Ja. Oké. Goedenavond allemaal, welkom op het Vegersbal na Oud-Heerlee-Leuven tegen Union Saint-Gilloise. We hebben twee ploegen die tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat van deze speeldag. Maar voor de wedstrijd gaan we eerst luisteren naar de bezoekende coach, meneer Grosjean, van Analyse. Merci. Bon. Je crois que pour moi l'analyse du match sera, comme disait un de mes anciens entraîneurs, brève et courte. Parce que ce qui est important pour nous de retenir de cette journée, c'est le résultat final. Et le résultat final au niveau du classement, puisque ce match nous permet de passer dans le play-off 2. C'est tout à fait exceptionnel pour nous. Enfin, sur le match, je dirais que je trouve qu'on n'a pas trop mal commencé la partie. On s'est créé quelques situations, mais nous n'avons pas su faire la différence dans les 16 mètres. On n'a pas été concret. Ce que Louvain a très bien fait, ils ont marqué un premier but assez extraordinaire. La volée du joueur là, est sensationnelle. Il y a rien à dire et rien à faire. Par contre, sur le deuxième but, ce sera un corner à la 42e minute pour nous. Et nous avons, dans les 16 mètres, là, on a tergiversé, on a eu des possibilités, on aurait pu frapper, et nous nous faisons prendre le ballon et prendre sur le contre. Ça, c'est un peu regrettable. En deuxième mi-temps, on a essayé, parce qu'il y avait toujours, on sentait qu'il y avait moyen de mettre le but, mais pour ça, il aurait fallu être bien plus concret que ce qu'on a été en phase terminale. Et puis, bon, nous retiendrons aujourd'hui le résultat. C'est la seule chose que je dois retenir de ce match, et la fierté, le bonheur de pouvoir, après 44 ans d'absence dans les compétitions de match avec des équipes de D1, puisqu'il faut savoir que l'Union est descendue en 1976, après 44 ans, nous ramenons l'Union dans une compétition temporaire, mais avec des équipes de D1. Qui l'eût cru il y a deux saisons quand j'ai repris l'équipe, et qui l'eût cru il y a six mois, notamment lorsque nous sommes venus jouer ici à Louvain et que nous avions gagné 0-3 le deuxième match de championnat. Donc je dirais bravo, bravo, félicitations d'abord à mes joueurs, au staff, aux dirigeants et à toutes les personnes qui ont fait pour que cette situation puisse se présenter. Et je voudrais aussi féliciter évidemment mon ami Denis pour cette victoire et lui souhaiter aussi, ainsi qu'au club, beaucoup de succès dans ce play down. Mais je suis convaincu que Louvain trouvera la solution à ça, de toujours en DAB la saison prochaine. Merci. Merci pour ce beau mot. Meneer Van Wijk, de journaliste, alsjeblieft. Ja, ik vond dat wij vandaag een goede match hebben gespeeld. Goed in de duels, heel goed in de omschakeling, veel kansen gecreëerd. Oké, niet afgemaakt. Maar we hebben wel twee hele goede goals gescoord. Dus ik ben heel content waarop wij gereageerd hebben na eigenlijk toch de hele grote teleurstelling op Cercle Brugge. En nu is het taak om al onze gekwetsten zo snel mogelijk fit te krijgen. Zodoende dat we ons goed kunnen wapenen en met deze spirit door blijven gaan voor die eindronde. Maar ik ga niet te veel spelen, want de normandelijk de gloire, c'est pour mon cher collega. Mark. Proficiat. Dankjewel. Dankjewel. Al voordat we verder gaan met de vragen, wil ik al graag vertellen dat jullie op 1 maart zeker onze website in de gaten moeten houden, want dan wordt de kalender van de playdowns bekendgemaakt. Allemaal bedankt. Trainer Dennis Van Wijk, een deugddoende zegen vanmiddag. Ja, zeer content. Ook de manier waarop. We hebben het eigenlijk heel goed gedaan. Goed in het duel gespeeld, scherp. Goed de duels aangegaan en gewonnen. En dan in die omschakeling waren we eigenlijk best wel gevaarlijk. Veel kans gecreëerd. Zelfs een penalty gemist. Wel of geen offside goal. We twijfelen. Twee keer op de paal. En dan kan ik er nog wel een paar opnoemen. Dus heel content. Niet zo heel veel weggegeven. Hankini heeft één super save gedaan in de tweede helft. En daarna kreeg ze nog een kopkans die naast gekopt werd. Dus dit is de manier waarop wij moeten spelen. En dit is de manier waarop er wordt gespeeld in 1B. En dat is omschakel, voetbal, duels aan gaan. En onze jongens hebben dat vandaag uitstekend gedaan. En eindelijk ook eens genieten voor het publiek, voor de supporters.
Ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen dat onze supporters, alle drie de thuismatsen dat ik hier trainen ben, 100% achter die ploeg hebben gestaan. Nou, dat doet heel erg deugd. En dat geeft wel een extra dimensie, een extra kick zo voor die spelers. Dat ze weten, oké, we doen het niet goed, we zijn slecht bezig. Maar onze supporters die blijven ons wel steunen. En dat is een goede stimulans. En u volgt een voorbereiding na die 6 cruciale matchen? Ja, we gaan morgen toch wel wat doen. Dus iedereen heeft zijn opdrachten meegekregen na deze wedstrijd. Dan gaat de groep gaan spelen. Dan gaat de groep revalideren en optrainen die een achterstand hebben. De groep gaat uitlopen. En dan hebben we wel 2 dagen vrij. Dus we hebben gekozen om 2 dagen vrij te pakken. En dan komen we donderdag, vrijdag, zaterdag weer terug om eigenlijk de basis te leggen voor de eindronde. En dan hebben we nog een keer een dag vrij en dan is het eigenlijk focussen naar rond de 24e dat we weer gaan beginnen. Worden er ook een aantal oefenwedstrijden gepland? Ja, we zijn van plan om 2 oefenwedstrijden te spelen. Er zit een kans in dat we tegen Westerlo spelen. En dan moeten we nog zoeken, waarschijnlijk in 1B, van wie er nog wil spelen. Misschien dat het zelfs Union gaat zijn. Dus dat is wel de bedoeling om nog 2 wedstrijden te spelen. Ook met het oog op de jongens die terugkeren uit blessure. Dus we gaan ervan uit dat Montaigne, Le Postelec, Delporte, Azevedo, Kostowski fit gaan zijn voor de eindronde. Dus ja, die moeten natuurlijk wel wat ritme in de benen krijgen. Dus we zijn wel op zoek naar 2 wedstrijden. Maar nu eerst even genieten van deze zegen. Ja, elke zegen doet deugd. Maar als je dan nog goed speelt tegen een ploeg die je niet legt en toch een van de betere ploegen in 1B is, dan doet dat natuurlijk extra deugd. Bedankt, trainer. Graag gedaan. Dank u. Dank je. Jonathan Kindermans, 2-0 gewonnen van Union. Knappe zege. Ja, zeer knappe zege. Ik denk Union was toch een zwart beest. We hebben 0 op 9 gepakt en dat we nu die 3 op 12 pakken doet deugd. Boes, bravo. Een paar toeschouwers hier ook, Jonathan. Ze durven zich niet tonen, maar... Dat zijn mijn fans van de groep. Dat zijn mensen die mij graag hebben. Een aantal spelers die hier achter de camera toekijken hoe we praten over de wedstrijd tegen Union. Jullie zijn nu een beetje bevrijd en kunnen nu toeleven naar die playdown wedstrijden, die 6 matchen die eraan komen. Maar eerst een rustige voorbereiding, denk ik. Ja, ik denk dat het nu vooral tijd is om de hoofdjes een beetje leeg te maken, om alle miserie van de afgelopen maanden te vergeten. Het is mooi dat we eindigen op een zege, dus dat we toch een beetje ademruimte hebben. Dus we kunnen die play-offs gewoon rustig voorbereiden en met een goed gevoel. Oké, heel veel succes daarmee en bedankt, Jonathan. Onze voorzitter van Oud-Heverlee Leuven, Chris van den Broek. 2-0 gewonnen van Union. Schitterend eigenlijk, een mooie match met kansen, met doelpunten. Het publiek moet zich ook vermaakt hebben vanmiddag. Ik ben vandaag een heel tevreden voorzitter om 2 redenen. Eerst en vooral, we hebben een hele mooie wedstrijd gezien van Oagel met een heel sterke eerste helft. Wellicht de beste eerste helft van deze competitie. Met de juiste mentaliteit, heel wat kansen. 2-0, 2 keer tegen de paal, een gemiste penalty. Dus het had nog veel meer kunnen zijn bij de rust. En dan de tweede helft al bij al goed uitgespeeld. Een mooie overwinning. En dan de tweede reden dat ik zo tevreden ben, is uiteraard dat we niet met 5 punten starten. Voorsprong op Lommel in de play-off-downs, maar met 6. Wat toch ook niet onbelangrijk is. Dus ik denk dat we vandaag met een heel tevreden gevoel naar huis mogen gaan. En dan kunnen we eigenlijk rustig toeleven naar die playdowns eigenlijk, voorzitter. Ja, absoluut. We hebben nu een aantal weken dat we rustig kunnen uitkijken naar de playdowns. Die starten in het weekend van 25 maart. De loting gebeurt op 1 maart. Het zal dus tegen Tubeke zijn, Cerkelbrugge en Lommel. En we gaan vooral focussen op Lommel uiteraard. 6 punten voorsprong. Ik denk dat ze in Noord-Limburg momenteel wel in zak en as zullen zitten. Als je bijna 90 minuten stand houdt tegen Antwerpen en je krijgt alsnog helemaal op het einde een tegengoal binnen, dat moet vrij pijnlijk zijn. Maar goed, dat maakt onze zaak niet. Wij kijken naar onze voorsprong en die zal 6 punten zijn. En dat moet normaliter toch voldoende zijn om in play-off down 6 wedstrijden de zaak te kunnen afronden. In 1B te blijven, zeker met dit voetbal en deze mentaliteit.
En dan is het tijd om terug naar omhoog te kijken, opnieuw alle zeilen bij te zetten om met nieuwe financiële middelen het nieuwe seizoen voor te bereiden en opnieuw de ambitie te tonen om de juiste transfers te doen en opnieuw mee te doen voor promotie naar 1A. En voorzitter, voor die 6 wedstrijden die eraan komen, heeft OHL de supporters zeker nodig, hè? Ik hoop het absoluut, want ik besef maar al te goed dat playoff-down niet sexy is, om het zacht uit te drukken. Dus dat zijn 6 wedstrijden, waarvan die 3 thuiswedstrijden op de dreef, waar natuurlijk weinig te winnen valt. Maar wat er te winnen valt, mag je niet onderschatten. Dat is blijven in 1B, vermijden dat we zouden degraderen naar het amateurvoetbal. En dat is cruciaal om opnieuw te kunnen starten in 1B. En zoals ik al zei, opnieuw omhoog te kijken met de juiste ambitie. Als je kijkt op hoe weinig tijd Roeselare van een 9e plaats vorig seizoen en normaliter degradatie naar het amateurvoetbal met wat geluk door het missen van de licentie van Woluwe alsnog kan meedoen in 1B en door een financiële inbreng van Chinese investeerders nu die finale speelt tegen Antwerp, dan denk ik dat we vanuit een heel realistisch standpunt ook die ambitie mogen hebben dat wij in staat moeten zijn, zeker in Leuven, om dat ook te kunnen op korte termijn, volgend seizoen. En er is maar één voorwaarde die voor moet vervuld worden, dat is in 1B blijven. En met 6 punten voorsprong op Lommel moet dat lukken. We wensen OHL, gans OHL, daar heel veel succes mee, voorzitter. Bedankt hoor. Dank u wel. Bij ons Siebe Horemans. Siebe, je eerste match hier in dit stadion. En die is schitterend begonnen, want je maakt een schitterend doelpunt, hè? Ja, met mijn linkse voet, dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik hoop dat ik nog meer kan doen, maar ik denk niet dat dat nog vaak zal gebeuren. Dus. Vertel eens, hoe viel dat doelpunt er eigenlijk? Hoe kwam dat doelpunt eigenlijk tot stand? Ja, een mooie combinatie op de linkskant en dan een goede voorzet. En ja, ik zag de bal komen voor mijn linkse voet, dus ik dacht niet twijfelen. En je trapte hem in één tijd schitterend binnen. Ja, dat had ik zelf ook niet verwacht, moet ik zeggen. Ben je iemand die in het verleden regelmatig een doelpunt scoort? Of is dat dit eigenlijk toch wel je mooiste doelpunt dat je in je jonge carrière tot dusver gemaakt hebt? Ja, ik denk het wel. Op vrije trap en zo durf ik wel eens eentje maken. Maar voor de rest in het spel zelf niet echt, nee. Hoe was je ervaring hier bij de eerste thuiswedstrijd die je mocht starten? Ja, het is direct leuk om te kunnen winnen en zeker de nul te kunnen houden. En ja, de ploeg te helpen, hè, op de voorsprong op Lommel te houden. Dus het is gelukt. Ik zag je een paar keer in die wedstrijd naar je hoofd grijpen toen je een verre pas uitdeelde en die niet meteen terecht kwam waar je wou. Ja, dat is normaal een van mijn sterke punten ook. Dus ja, nu lukte het niet vandaag, maar oké. Het is toch 1 keer gelukt. En ja, we hopen dat het volgende keer terug beter zal gaan. De aanpassing hier bij Oud-Heverlee-Leuven is vlot verlopen voor jou? Ja, heel vlot, ja. Ik kan niks zeggen dat het niet vlot is verlopen. Dus. En nu toeleven naar nog 6 belangrijke matchen, Siebe. Ja, het waren zeer belangrijke matchen. Zeker goed voorbereiden voor de eerste. Nu die 3 weken dat we geen wedstrijd hebben. Dus ja, we zullen er alles aan doen om te kunnen houden. Hè. Heel veel succes daarmee. En nog eens bedankt voor dat mooie doelpunt dat je ons gegeven hebt vanmiddag. Siebe, bedankt. Dag.